En ziet het er goed uit? Het zal de meeste mensen niet zijn ontgaan. De afgelopen maanden groeiden er 3 vleesetende larven in mijn been. Kwek en Kwek hebben het helaas niet overleefd. Maar larfje Kwak daarentegen vrat zich in 3 maanden tonnetje rond aan, ja, mij. En daarna verpopte de larf zich in de aarde en groeide uit tot een volwassen human botfly. En veel mensen vroegen de afgelopen dagen aan mij of mijn hozzelkindje nu een jongetje of een meisje is. En daarom nu, speciaal voor jullie, 's werelds eerste hozzel gender reveal. Lieve mensen, mijn kleine lieve wondertje is geboren als een meisje. En hoe weten we dat? Check haar achterlijfje. Het achterlijf van jongetjes is vooral rond en stomp. Maar het achterlijf van meisjes is veel puntiger. Het loopt uit in een versmalling en vormt de legbuis voor haar eitjes. Hoe gaaf is dat? Binnenkort het hele verhaal. Later.